Het probleem, kort gezegd, is dat we nu niet kunnen maaien en de kwaliteit van het gras zodanig is dat wij veel moeten bij gaan voeren komende winter om het te compenseren. Dit gras hier onderin is vergeeld, is slecht verteerbaar, zit weinig eiwit in, weinig voeding en toch gaat er straks mee afgemaaid worden. Dat lange gras komt uiteindelijk bij de koeien. We gaan er heel veel van oogsten, maar omdat er wat minder eiwit in zit, moeten we komende winter extra soja of raapzetschoot aanvullen om toch voldoende eiwit en melkproductie te krijgen van de koeien. Vorige week hebben ze weer naar binnen moeten doen. Kijk, zoals je hier kunt zien is het veel te nat om ze daar nog te laten grazen. En als ze nu naar buiten lopen, Dan lopen ze het hele land vies en nemen ze klei aan de poten mee en lopen ze het gras vies. Ja, en dan vinden ze het gewoon niet meer lekker om op te eten en dan laten ze het staan. Die zorgen ervoor dat het gras gaat liggen. Ander voordeel is er wel, het grondwaterpeil gaat omhoog. Ja, na 3 droge zomers zijn we daar heel dankbaar voor.